allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een video over mijn schoenen en tassen. In mijn weekvlogs wordt altijd heel vaak gevraagd of ik mijn schoenen en tassen wil laten zien. Dus ik dacht, waarom maak ik er niet gewoon een aparte video van en stop ik het samen bij elkaar. Want ik heb wel aardig wat schoenen en tassen, maar niet genoeg om er een hele lange video over te maken. Dus ik dacht, ik doe het gewoon lekker samen. De meeste tassen en schoenen die ik heb, daar heb ik zelf heel hard voor gewerkt en voor gespaard. En allemaal bij elkaar verzameld om te kunnen kopen. Dus alle nare reacties die in de comments worden geplaatst met je bent verwend en bla 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 bla, die ga ik gewoon lekker verwijderen. Want ik heb er gewoon zelf hard voor gewerkt. En ja, daardoor kan ik dit allemaal kopen. Ik hou gewoon heel erg van schoenen en tassen. Dus daarom vind ik het leuk om daar mijn geld aan uit te geven. Andere mensen die geven het uit aan make-up of kleding. Ik geef het ook wel uit aan kleding. Maar mijn kleding is meestal gewoon van de H&M of Zara. Dus daar hoef ik niet al te veel aan uit te geven. Make-up draag ik amper. Dus daar geef ik mijn geld ook niet aan uit. Ik geef het gewoon uit aan schoenen en tassen. Omdat ik dat gewoon echt heel erg leuk vind. Ben je nou benieuwd welke schoenen en tassen ik allemaal in mijn bezit heb? Blijf dan zeker verder kijken. Sorry als jullie misschien wat knallen horen. Maar het is vandaag 30 december. Dus iedereen begint een beetje met vuurwerk af te steken buiten. En ik kan die knallen natuurlijk niet tegenhouden. Dus sorry als je wat knallen hoort. Maar daar kan ik helaas niks aan doen. Oké, laten we maar beginnen met mijn tassen. En dit is de allereerste tas die ik ooit heb gekocht. Dit is een lichtblauwe Michael Kors tas. En deze heb ik in 2016 heb ik deze op Fuerteventura gekocht. Daar was hij toen in de sale. Het is echt eigenlijk een hele leuke tas. Ik draag hem bijna nooit meer. Maar nu ik hem zo zie, denk ik, ja, hij is wel echt heel erg leuk. Het is een, ja, wat voor model is dit? Hij is nog best wel groot. Er past best wel veel in. Ook aan de binnenkant, zoals je kunt zien. Er is best nog wel veel in. En het is gewoon een lichtblauwe kleur met zilver. Dat vind ik heel erg mooi, zilver. Goud vind ik ook mooi, maar bij blauw vond ik zilver mooier. Dus ik was heel erg blij dat deze geen goud had. Hij heeft een lang hengsel. En je kan hem ook verstellen, dus dat is echt heel erg chill. Deze tas heb ik dus in 2016 gekocht en die is van Michael Kors. Deze kleur verkopen ze volgens mij niet meer, want ze hebben altijd van die limited editions. En deze tas is al bijna 2,5 jaar oud. Maar dit was dus mijn allereerste tas en hier ben ik nog steeds echt heel erg blij mee. En soms als ik bijvoorbeeld een hele zwarte outfit aan heb of zo, vind ik deze heel erg leuk om erbij te doen. Omdat hij zo fel blauw is. En blauw was toen echt destijds mijn lievelingskleur. Mijn kamer was helemaal blauw. Ik had een blauwe scooter, die heb ik nog steeds. En ja, alles was blauw, dus vandaar dat mijn eerste tas ook blauw was. Toen heb ik heel lang geen tas gekocht en is volgens mij dit weer de eerstvolgende tas die ik gekocht had. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Deze is van het merkje Alex de Label. Maar is helaas kapot, want zoals je misschien kunt zien, dit is het hengsel. En dit clipje, ik weet niet of je het goed kan zien, maar die zit los. Maar misschien als ik hem naar de Turk breng dat hij hem kan maken. Want dit is echt een van mijn favoriete tassen. Want hij is echt ik zit nog koud. Echt mega groot. Hier past mijn camera in. En dan past er nog twee powerbanks in. Telefoons in. Portemonnee in. Hier past echt bizar veel in. Deze heb ik toen bij de Gaudi in Den Haag gekocht. Deze is ook niet meer te koop. Want Alex de Label heeft elk seizoen zeg maar een nieuwe collectie. En deze was toen van de lente of zomercollectie vorig jaar. Maar deze vind ik heel erg leuk. Ook met dat rood en zo. En ik heb ook een rood jurkje. Waar ik deze heel erg leuk bij vind staan. Die had ik ook in Venetië. Om op deze foto met Miu. En toen kreeg ik heel veel vraag naar deze tas. En dit is gewoon echt. Alex Label vond ik een heel leuk merkje. En ze hebben ook altijd super leuke tassen. Alleen jammer dat het hengsel kapot is. Deze is dan wel weer met goud. En gewoon zwart leer. En ja. Maar ik hoop dus dat ik hem nog kan laten maken. Want dan kan ik hem weer volop gaan dragen. Afgelopen zomer heb ik mijn eerste Furla tas aangeschaft. En dat is deze. Ik was toen over naar mijn tweede jaar. En vond wel dat ik mezelf een cadeautje mocht geven. En dat is dus deze tas geworden. Het is een beetje een bruine taupekleur of zo. Met goud. Ik doe hier altijd wat echt een tip is. Ik heb er nu dikke sokken in gedaan. Maar als je hier dus, ja, er zit ook papier in. Als je hier spulletjes in doet, dan blijft deze tas dus mooi. Kijk, hij heeft zo'n lang hengsel. En hij gaat gewoon met zo'n klikdingetje dicht. Deze. Maar als je hier dus niks in doet, gaat hij helemaal plat staan en wordt hij helemaal lelijk. Dus wat ik dus altijd bij deze tas doe en ook bij sommige andere tassen, zal ik zo meteen ook laten zien. Dan doe ik er gewoon wat propjes in of wat oude sokken of zo, zodat hij gewoon mooi bol blijft staan en dat de tas gewoon zijn vorm blijft houden. Want het is natuurlijk zonde als er allemaal deuks in deze tas komen. Deze tas heb ik in de sale gekocht bij de Bijenkorf en dat is echt een van mijn grootste tips. Dat heb ik ook met drie andere tassen hiervan gedaan. Wacht gewoon totdat er sale is bij de Bijenkorf. Want zeg maar, het zijn gewoon kleuren die uit de collectie gaan. Maar deze kleur, die
ja, hij gaat uit de collectie, maar voor mij blijft hij een hele mooie kleur. En het scheelt vaak gewoon 40 tot 30%. En dat is bij designertassen gewoon best wel veel natuurlijk. Dit is natuurlijk niet een hoog designer gehalte qua prijs. Tuurlijk, het is nog steeds duur voor een tas. Maar als je kijkt naar Louis Vuitton en zo, is dit gewoon best wel een goedkope designertas. Maar het is gewoon leuk om die in de sale te scoren en met korting te krijgen. En ja, dat is dus een van mijn grootste tips. Altijd rond de kerst en altijd rond midden zomer ongeveer begint de sale bij de Bijenkorf. En dan moet je gewoon echt je tassen inslaan die je wilt. Want vaak zijn ze dus met korting. Toen, nadat ik die Furla tas heb gekocht, ben ik op vakantie geweest naar Italië. En daar heb je dus een hele grote designer outlet. En daar zit ook een Michael Kors outlet. Deze tas heb ik daartoe samen met mijn moeder gekocht. Het is een beetje een roze, overzien, paarse kleur. Op camera lijkt hij wat meer rood, maar is echt wat meer paarsig. Hij heeft een lang hengsel zo. Je kan hem dus zo om je schouder dragen, maar je kan hem ook zo doen, zodat je gewoon echt een lang hengsel hebt. Hij gaat open met zo'n klikding en er zit echt van best wel veel in. Ik weet niet of je dat heel goed kan zien. Ik vind het echt een hele mooie tas en deze heb ik dus samen met mijn moeder gekocht, want zij wilde ook heel graag een Michael Kors tas. En toen zagen we deze. En hij was dus ook in de outlet. Want we hebben hem in de outlet gekocht. En er ging toen volgens mij 30% van af. En ik zat heel erg te twijfelen tussen een Furla tasje die ik daar ook hadden. Of deze. En zijn moeder, als je die Michael Kors tas neemt, dan kopen we hem samen. Want ik wil die ook heel graag. Dus deze hebben we nu samen gekocht. Hij staat wel eigenlijk voornamelijk in mijn kamer. Maar als zij hem wilt, kan ze hem natuurlijk gewoon pakken. Deze kleur weet ik ook niet meer of die te verkrijgen is. Dit model is sowieso nog wat te verkrijgen. Die hebben ze altijd wel. Voor Bacardi heeft hem in het zwart met goud. En Ape heeft hem volgens mij ook in het paars met goud. Hij is er altijd wel, deze tas. Dus deze. Dan nog twee beltbags. Deze gebruik ik eigenlijk alleen voor festivals. Deze komt van Straatstijl. Is een rode. Wel van echt leer. Die heb ik toen van hun gekregen. En die had ik toen ook mee naar Thuishaven. En hier past echt heel erg veel in. Dat is echt top. En deze van mijn jewelry met goud. Deze heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Omdat mijn telefoon hier dus niet in past. Mijn telefoon is te groot. En er past gewoon niet zo heel erg veel in. Dus vandaar dat ik hem nog nooit heb gebruikt. Maar misschien dat ik hem een keertje in een winactie voor jullie kan doen. Dan heb ik nog een beltbag. Deze is van Kwai Australia. Deze heb ik gekocht bij Ravage in Wateringen. Hier heb ik ook weer propjes in zitten. Zodat hij mooi blijft. En er zit een hengsel aan. Zodat je hem gewoon... Ja, je kan hem dus zo schuin dragen. Maar je kan hem ook om je middel dragen. Deze vind ik gewoon echt heel erg leuk voor festivals. Als je een gave spijkerbroek aan hebt. Met een leuk legerjasje. En dan dit tasje. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Ze hebben hem ook in het zwart en in het wit. En je hebt ook nog een ander modelletje hiervan. Deze kan je ook gewoon online vinden. En je schrijft het zo. Kwai. En dan Australia erachter. Deze is ook niet zo heel erg duur. Deze zijn best wel leuk betaalbaar. Deze zijn volgens mij maar 35 euro of zo. Dus ja, ik vind dat wel een leuk prijs voor zo'n leuk festivaltasje. En dan mijn laatste en nieuwste aanwinst is deze tas van Zadig & Voltaire. Deze heb ik voor de kerst gekregen. En hier ben ik zo ongelooflijk blij mee. Hij is donkerblauw van kleur met zilveren details eraan. En je hebt zeg maar dit kleine hengsel en een lang hengsel. Dat kleine hengsel laten de meeste mensen er gewoon aanhangen. Als ze dat grote hengsel gebruiken. Maar je kan ook alleen dat kleine hengsel gebruiken voor zo om je schouder te dragen. Ik gebruik het grote hengsel. Maar dan laat ik deze er gewoon aanhangen zo. Dat vind ik wel heel erg leuk. Hij gaat open en dicht. Met magneetjes. Dan heb je dus hier een vakje. Maar je hebt ook nog een heel groot vak. Daar kan je dus ook echt heel erg veel in doen. En je hebt aan de achterkant ook nog een rits waar je iets in kan doen. Bijvoorbeeld je pasjes of iets. Ik doe meestal eigenlijk mijn telefoon en mijn pasjes hiervoor. En dan bijvoorbeeld sleutels en powerbank. Zo doe ik in dat grote vak. Deze tas is echt heel erg chill. Ik was gisteren met Miel naar Amsterdam. Toen heb ik hem ook gebruikt. En toen... deze tas is zo leuk en zo chill. Deze heb ik dus ook in de sale bij de Bijenkorf gescoord voor kerst. En ja, hier ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Dit is de grote versie. Je hebt ook nog een kleinere. Die is tot hier ongeveer. En dan tot hier. Daar past gewoon niet heel erg veel in. Ik ben heel erg blij dat ik de grote heb weten te bemachtigen. En misschien wil ik ook ooit nog wel een rode. Want ik zat heel erg te twijfelen tussen deze en die rode. Maar ik ben toch wel echt heel erg blij met die donkerblauwe. En ja, misschien komt die rode ooit nog wel. Dit waren al mijn tasjes, zeg maar. Ik heb nog een grote schooltas van Zebra. En nog een cowboysbag. Maar die zijn zo lelijk, oud en versleten. En het zijn gewoon mijn schooltassen. Dus die ga ik niet laten zien. En nu ga ik even van setting veranderen. Zodat ik mijn schoenen kan laten zien. Oké, ik zit nu even voor mijn kledingkast. Want hier staan dus ook al mijn schoenen in. Ik ga niet alles laten zien. Want ik heb bijvoorbeeld ook gewoon Havaianen slippers. Mijn Uggs en zo. Maar die draag ik eigenlijk bijna nooit meer.
Dus ik ga gewoon mijn meest gedragen schoenen laten zien en een paar extra's. Dus ja, laten we daarmee beginnen. Als allereerst de schoenen die je bijna elke dag in mijn weekvlog kan zien, zijn Sandra's, deze zwarte. Dit zijn al mijn tweede paar. Ik heb mijn andere paar, die staan beneden, die draag ik nog met het uitgaan. En dit zijn zeg maar nog mijn mooie paar. Die andere heb ik in de tweede gekocht. En waren vorig jaar gewoon echt helemaal afgesleten. En heeft ook al een paar keer nieuwe hak onder gezeten. Dus toen vonden mijn ouders het wel tijd voor een paar nieuwe. Dus die heb ik toen vorig jaar voor de kerst gekregen. Ze zijn nu ook al een beetje aardig afgetrapt. Ik moet ze weer even een beetje insmeren met leervet. Dit zijn dus Sandra's. Ik koop ze eigenlijk altijd bij de Gaudi in Den Haag. Dat is een winkeltje, hoe leg je dat uit, op het pleintje. Ik denk als je in Den Haag woont dat je Gaudi wel kent. Daar koop ik altijd mijn Sandra's. En ook sporen. Deze zijn dan toevallig van Ape. En Ape is die van mij nog. Maar ik wil binnenkort even nieuwe sporen kopen. Vind ik wel leuk. Daar kan je schoenen dus mee afwisselen. Dat zijn gewoon, ja, ik zal het even laten zien. Dat zijn van die gespjes die je dus om je schoen heen kan doen. Om ze wat leuker te maken. En je hebt dus heel veel verschillende soorten. En ik wil binnenkort weer even een paar nieuwe kopen. Zodat ik ze weer even kan afwisselen. Maar dit zijn een van mijn Sandra's die ik dus eigenlijk bijna elke dag draag. En iedereen weet ook wel eigenlijk ook altijd mijn Sandra's draag. Ik heb heel veel soorten verschillende Sandra's gehad. Ik heb bruine gehad. Ik heb ook bruine Sandra's gehad met een vierkante neus. Maar die heb ik allebei weer verkocht. Omdat ik eigenlijk altijd alleen maar mijn zwarte droeg. Totdat ik ongeveer 2,5 jaar geleden was ik gezakt voor mijn examen. En toen heb ik dus als troostprijs een cadeautje uit mogen zoeken. En dat waren toen deze Sandra's. En deze heb ik wel echt heel veel gedragen. Nu eigenlijk bijna nooit meer. Maar eerst wel echt heel veel. Het is een beetje een taupe kleur. En het was toen, waren ze nieuw. En ze hebben ook van die sterretjes erop. En ik vind het gewoon heel mooi dat deze schoenen met een beetje een bronzen kleur zijn afgewerkt. Ze lijken heel erg vertrapt. Maar dat hoort gewoon. Ja, de neus zijn wel een beetje vertrapt. Maar de kleur hoort gewoon zo. En ik vond deze schoenen toen zo gaaf. En ik wilde deze zo graag hebben toen. En ja, deze zien er gewoon echt nog heel erg mooi uit. Hier ben ik ook nog steeds heel erg blij mee. Ik draag ze wel veel minder de laatste tijd. Maar gewoon ook omdat het regent, krijg ik op deze gewoon veel sneller vlekken. En op die zwarte, ja, dat zie je niet als daar regen op komt. Deze heb ik ook bij de Gaudi in Den Haag gekocht. Die heb ze volgens mij ook nog in het zwart met sterretjes. En in het bruin, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval wel in het zwart. Maar ja, deze vind ik ook nog gewoon steeds heel erg mooi. Dan heb ik 2 jaar geleden mijn eerste paar Clarks aangeschaft. En dat was best wel een beetje een zielig verhaal. Ik wilde heel erg graag Clarks en ik had ze gevonden en gekocht. En toen had ik ze die dag daarna aangetrokken. Maar ik ging met mijn ouders, met Milan en mijn broertje, een dagje naar Antwerpen. En toen ging ik dus met mijn broertje en met Milan een wedstrijdje rennen doen. Wie er het snelst bij de auto was, heel kinderachtig, heel stom. En dan kwam ik Clarks aan en het was glad buiten. En toen ben ik dus gevallen. En waren heel mijn neuzen, zoals je kunt zien, lelijk geworden. Dit zijn allemaal regenspetters en zo. Maar dus die neuzen, dat was toen, ik was gevallen en ik had ze pas een dag. En ik was er echt zo ziek van, want ik had ze net een dag en die vlek kreeg ik er niet meer uit. En zitten nu trouwens ook allemaal regenvlekken op en zo. Misschien moet ik ze een keertje wegbrengen. Misschien dat ik iemand ze schoon krijg. Ik heb geen idee. Zolen zijn wel aardig vies ook, want ik heb ze wel gewoon nog gedragen daarna. Ik heb ze echt al heel lang niet aangehad. Ik denk echt al 1,5 jaar of zo. Maar het komt ook gewoon omdat ze zo vies zijn. Dan denk ik, ah, laat maar. Maar eigenlijk moet ik ze gewoon weer even een keertje wegbrengen. Naar de stomerij of zo of iets. Waar ze deze schoon kunnen maken. Want het is gewoon echt heel erg zonde. En ik had ze ingespoten. Maar je krijgt gewoon al die vlekken erop. Maar in ieder geval, dit zijn dus een beetje de grijs-blauwe Clarks. En hier heb ik wel echt heel erg veel plezier van gehad. Ik wilde deze zo ontzettend graag. Maar ze staan ook gewoon heel erg leuk met een spijkerbroek. Een rokje, een jurkje. Ze staan overal bij. Maar dit zijn in ieder geval mijn Clarks. Dan schoenen die ik echt al sinds de eerste heb. Die heb ik toen met kerst gekregen. Dat zijn mini Tonka's. Oftewel kabouterschoentjes. Zoals eigenlijk iedereen ze wel noemt als ik ze aan heb. Ik vond deze toen destijds echt heel erg leuk. Ze zijn wel helemaal opgekruld. Omdat ik ze dus zo vaak heb gedragen. Maar het is dus van bruin suède. En de onderkant van die nopjes. En er zitten ook van die leuke studs op. Ja, het zijn ook echt gewoon Indianen schoentjes. En ik vind ze ook echt heel erg leuk. Ik vind ze nog steeds heel erg leuk als je een leuke spijkerbroek aan hebt. En dan deze eronder met een leuk blouseje of zo. Of een grote oversized trui. Ik vind dat gewoon echt een heel erg leuk effect geven. En deze draag ik ook, pardon, nog steeds gewoon ook in de winter. Hier, deze schoenen zijn perfect om je dikke skisokken in te doen. Ik doe altijd met lekkere dikke skisokken aan met deze schoenen. En ach,
echt, het lijkt gewoon alsof je op pantoffeltjes loopt. Deze schoenen zijn echt heerlijk. Ik weet niet of je deze nog... Ja, ze zijn vast wel ergens te koop. Ik denk niet dat ze heel erg in meer zijn. Maar ja, ik vond ze toen destijds echt heel erg leuk. En ik draag ze nog steeds gewoon. Dan heb ik nog de standaard All-Stars. Die eigenlijk iedereen denk ik wel in zijn kast heeft liggen. Ik heb de lage witte. Althans, ze zijn niet meer heel erg wit. Ik wil deze zomer weer een paar nieuwe gaan aanschaffen. Omdat deze heb ik gewoon al 4 of 3 jaar of zo. En ze zijn gewoon niet meer wit. Ik heb ze aan de wasmachine gedaan. Maar ik krijg ze gewoon niet meer schoon. En zo duur zijn deze niet. Deze zijn volgens mij €60 of zo. Dus daarvoor wil ik wel een nieuw paar aanschaffen. Maar deze bewaar ik gewoon voor festivals en zo. Dan kan ik gewoon mijn vieze All-Stars, oude All-Stars, lekker aantrekken naar festivals. Ik heb de lage, dus zoals ik al zei, vroeger had ik de hoge. En ik twijfel heel erg of ik dit jaar de lage of de hoge ga kopen. Want de hoge vind ik eigenlijk ook best wel gaaf. Maar ja, All-Stars gewoon. Dan nog een paar SB3's die heel erg verkleurd zijn. Je ziet het niet echt op beeld. Maar deze randen zijn echt heel erg geel geworden. Deze komen bij Manfield vandaan. Deze heb ik toen gekocht toen ik in de eerste zat. Dacht maar al deze toen ook. Met slangenprint. Ja, ik vind ze gewoon echt heel erg leuk. Ik draag ze ook nog steeds. Vooral in de zomer dan met een spijkerbroek. En dan deze eronder vind ik dat echt heel erg leuk staan. Ik weet alleen niet hoe je die zijkant zeg maar weer wit krijgt. Want ze zijn dus echt heel erg geel. Vind ik echt heel erg zonde. Ze zijn gewoon heel erg verkleurd. Maar ik vind ze dus nog heel erg leuk. En deze heb ik toen bij Manfield gekocht. En ik weet niet of je dit nog hebt. Want dat is echt 5, 6 jaar geleden of zo. Maar wel echt heel erg leuk nog. Dan mijn Nike. Dit zijn eigenlijk mijn sportschoenen. Ik draag deze niet echt naar school. Ik zou ze wel naar school kunnen dragen. Want ze zijn wel gewoon mooie leuke sportschoentjes. Maar ik gebruik ze dus voor dans, sporten, dat soort dingen. Deze heb ik in de outlet in Italië gekocht. Dus ik heb geen idee waar je ze in Nederland kan kopen. Maar het zijn in ieder geval de Nike's Zoom Pegasus 34. Ze zijn een beetje lichtgrijs met roze. En een beetje een blauwe ondertoon of zo. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar ik vond ze in ieder geval heel erg gaaf. Dus deze Nike's. En dan nu eigenlijk mijn paar schoenen waar ik het meest trots op ben dat ik die allemaal heb kunnen kopen. Het is niet dat het een chique Louis Vuitton schoenen zijn of zo. Maar het zijn toch wel schoenen met een prijskaartje. En ik heb er gewoon hard voor gewerkt. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Laat ik maar beginnen met mijn allereerste paar Isabel Marant. Dat waren deze rode. Deze heb ik in maart 2017 gekocht. Deze rode is bij Marant. Het zit hier een klein vlekje zoals je kunt zien. Maar het is niet echt storend of zo als je ze aan hebt. Deze heb ik toen destijds bij de Bijenkorf gekocht. En ik heb ze trouwens in maatje 36. Dit zijn de Isabel Marant Bobby sneakers. De laag, want je hebt ook zo met zo'n flap. Maar deze passen bij mij gewoon veel meer. Want ik ben heel klein. Ik ben maar 1,60. Ik heb schoenmaat 36 dus. En als ik dan van die grote schoenen aan heb, ziet het er echt heel raar uit. Dan heb je zo'n heel klein meisje. Dan die hele grote schoenen. Daarom heb ik deze. En ik vond deze kleur toen zo gaaf. En dit was volgens mij een limited edition. Of althans, ik kan ze nergens meer vinden online. Dus volgens mij was deze kleur gewoon een limited edition. Maar ik ben heel erg blij dat ik deze heb genomen. Ik zat toen heel erg te twijfelen tussen de groene en de rode. Maar de groene is dus altijd te koop en de rode niet. Dus ik ben heel blij dat ik toen de rode heb gekozen. Dus deze. Toen vond ik die zo leuk en zat ik nog steeds met die groene in mijn hoofd. Dat ik afgelopen jaar maart, dus maart 2018, precies een jaar later de groene heb gekocht. Dit zijn een beetje de taupe, want je hebt dus ook donkergroen. En dit zijn een beetje de taupe groene. Deze ben ik ook heel erg blij mee. Deze had ik dus altijd twijfel tussen die rode en die groene. Toen destijds had ik dus die rode genomen. Maar ja, ik kreeg die groene gewoon echt niet uit mijn hoofd. Deze heb ik ook weer maat 36 van. Deze heb ik besteld bij Shubaloo. Dat is een winkel in Amsterdam. Volgens mij ook in Rotterdam. En daar heb je gewoon allemaal mooie schoenen. En daar had ik deze dus ook besteld. Deze kwamen bij de Bijenkorf vandaan. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Volgens mij wel. Bijenkorf Shubaloo. Deze heb ik wel iets minder gedragen nog. Maar gewoon omdat, ja, ik weet niet. Gewoon als ik deze dan aan heb, dan wil ik er heel voorzichtig mee zijn. Als het regent, doe ik sowieso deze schoenen niet aan. Omdat het is suède en daar worden ze gewoon heel erg lelijk van. En ik ben gewoon best wel zuinig type op mijn spullen en zo. En ja, weet je, het kostte best wel gewoon wat geld. Dus dan wil ik er ook gewoon graag heel zuinig op zijn. Dus ja, maar ik weet zeker dat ik deze ook nog super veel ga dragen. En heel lang ga bewaren in mijn kledingkast. En als je dacht dat dat alles was, dan was dat het nog niet. Want ik heb nog een derde paar, deze zwarte. Deze heb ik afgelopen november gekocht volgens mij. Er was sale bij de Bijenkorf. En ook deze waren in de sale met 30%. En normaal zijn deze schoenen €410. En in de sale waren ze dus 280, ongeveer 290. En ik wilde zo graag de zwarte, want zwart past gewoon overal bij. Het staat overal bij. Het is altijd makkelijk. En heel vaak had ik dan bijvoorbeeld een rode aan en dacht, oh, zwart had hier ook wel leuk bij gestaan. En toen zag ik ze en toen dacht ik, ja, ik moet deze gewoon hebben. Ik moet ze weer even inspuiten, want ze worden een beetje licht weer.
Maar hier ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Ik draag deze heel veel. Echt heel veel. Meer dan die groene. Terwijl ik vind die groene ook zo leuk. En ja, ik weet niet. Als je ze ook allemaal naast elkaar houdt, die kleurtjes. Ik zal ze even pakken. Ik vind het gewoon echt hele leuke kleurtjes. Hele mooie schoenen ook. En ja, het is dus zeg maar... Dit stuk is dus een hak. Dus het lijkt op een sneaker, maar het is een hak waardoor je gewoon langer bent. En ik ben gewoon klein. Dus als ik dan deze schoenen aan heb, ben ik gewoon een stukje langer. En dat is gewoon echt heel erg fijn. En oh, ik hou gewoon echt van deze schoenen. En deze heb ik dus ook bij de Bijenkorf vandaan. Want het laatste paar schoenen is een paar sneakers. Ik heb maar heel weinig sneakers in mijn kast. Maar met deze ben ik wel echt heel erg blij. Dit zijn Alexander McQueen sneakers. Met de roze achterkant. Ik heb deze precies een jaar geleden. Vorig jaar in de kerstvakantie in Parijs gekocht met Miu samen. Ik krijg hier heel veel vragen naar altijd waar ik deze heb gekocht. Want deze kleur is dus heel moeilijk te krijgen. In Nederland heb je voornamelijk zwart, rood, wit, donkerblauw en zo. Maar in Parijs had je dus echt... een, hoe heet dat? Planken staan met alle kleuren. Je had neon, geel, neon, oranje, roze, lichtroze, lichtblauw, donkerblauw. Je had alle kleuren. En toen had ik deze al op het oog. Ik had deze in Nederland al gezien op Instagram. En toen zag ik ze. En toen dacht ik, ja, ik moet ze gewoon echt hebben. Ik zat heel erg te twijfelen tussen de lichtroze of de donkerroze. Maar dit is suède. En ik dacht, lichtroze wordt gewoon snel lelijk en snel vies. Dus ik neem de donkerroze. Het is een beetje... overzien. Het is toevallig precies dezelfde kleur als mijn Michael Kors tas. Dus dat is echt heel erg leuk. En ik vind deze schoenen gewoon heel erg mooi. Heel veel mensen zullen ze lelijk vinden. Heel veel mensen zullen ze wel leuk vinden. Het zijn gewoon fel witte sneakers met een dikke plateauzool. En gewoon een gekleurde achterkant. Daar staat ze gewoon bekend om. Dat deze schoenen gewoon zo'n achterkant hebben. En gewoon zo'n dikke zool. En ik heb deze schoenen in de maat 35,5. Ze vallen dus wat groter. Want normaal heb ik altijd maat 36 van de rest van al mijn schoenen. Maar van deze is 35,5. Dus wil je deze nou ook aanschaffen, zou ik er wel eventjes goed op letten. Ook als je bijvoorbeeld gaat bestellen of zo. Maar hier ben ik ook echt... heel erg blij mee. Dit was dan de video over mijn schoenen en tassen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!